Michiel, de Jonker een strafschop nemen, als het 1-2 staat, dan is het bijna rond. Maar zenuwen, onervarenheid of de spanning van een heel vreemde match, hè? Het was een moeilijke match, maar een match dat we niet mogen verliezen op basis van het spel. En op basis van de kansen ook. Maar goed, de penalty, ja, goed, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Het was slecht getrapt ook, ik wou hard in de bovenhoek trappen. Zeg maar, je dan, goed, ik neem die verantwoordelijkheid, zeggen ze, nee, jij moet het doen? Maar ik weet dat ik op een van de namen ben die je mag geven. Maar goed, ik zat toch in de match. Maar ja, ik zeg, ik ga hem trappen, voelde me goed. Dus, maar ging er jammer genoeg niet in. Dus goed, dat kan gebeuren. Ja. Gelukkig worden we niet afgestraft, dan winnen we nog verdiend, ja, met 1-2. Ja, maar de eerste helft was om vlug weg te gooien. Hè? Ja, het was niet goed, maar je mag ook niet vergeten naar woensdag. Overschatting? Nee, zeker niet overschatting. We zijn zeker geen ploeg die dat doet. Maar je mag niet vergeten naar woensdag een heel zware wedstrijd gehad hebben. Absoluut. Ja. Dat is ook een factor. Maar goed, het spel was niet goed de eerste helft. Niet snel genoeg voetbal ook, niet genoeg vooruit gespeeld. Is er gebruld in de vestiaire? Laat ons zeggen dat scherp gezet zijn voor de tweede helft. Maar goed, ja, het resultaat mag er zijn. In de tweede helft was het denk ik heel goed. We hebben direct druk gezet en direct gescoord eigenlijk ook. Dus ik denk dat we moeten vriend zijn over onze weerbaarheid en over onze tweede helft. En vooral die drie punten. En vooral de drie punten. Bedankt.